We hebben vandaag weer een auto gehuurd. Ja. En we gaan weer een rondritje maken over de Zakynthos. We zouden een bootje huren, maar helaas tot vrijdag mogen er geen bootjes uitvaren zonder schipper. Dus nou ja, we gaan kijken of dat we een ander boottochtje kunnen regelen. Oh, even schakelen op het. Ja, want zelf varen gaat hem dus niet worden deze vakantie helaas. Ah. Ja. En als we vandaag geen boottocht kunnen doen, dan gaan we zorgen dat we zaterdag op onze lastenavond een schone boottocht kunnen doen. En dat is ook al fijn. Ja. Dan is het een mooie afsluiter. Zeker weten. Nou zijn we onderweg naar een dog shelter. Uh-oh. Heel gevaarlijk. Maar er zijn hier heel veel zwerfhonden. En ja, daar gaan we nou dadelijk eens van kijken. Dus stay tuned. Uh-oh. Hallo. Dit is mijn schatje. Hoi. Ja. Nou, liefies. Hallo. Oh. Leuk hè? Oeps. Ja, we zijn nu bij de dog shelter. Ja, het is heel gevaarlijk. En we hebben dan een aantal echte cuties. Gelijk deze hier. Ja, de andere ligt er onderin. Die vinden wij heel cute. Maar we kunnen ze niet zien. Doe eens even proberen of de kleine andere even. Kijk eens. Deze hier. Ach, hey, dit is zo mooi. Hier liggen er, zitten er zoveel. Wij zijn even op het strand van Kalamaki. Even bijkomen van wat we net hebben gezien. Hè? Ja. Al die hondjes, zulke mooie en zo verzorgd ook. Echt goed hè? Ja. Dus nou, ooit zullen we er eentje adopteren. Nu gaat dat helaas nog niet met onze twee meisjes. Dus, maar die gaat er zeker komen. De kant van de weg voor de rijden. Ja, en dan komt op dit, hè. Allemaal die stil. Oef. Allemaal stil wegjes, allemaal grind. Jongen, jongen, jongen. Wee. Hey, rustig. En dan naar rechts. Ah, nou zitten we weer op de gewone weg. Nou zitten we at the edge of the water. Volgens mij heet het restaurantje zoiets. Oh, die op plat. Maar ja, leuk molletje. Thank you. Even lekker lunchen. Thank you. Even lekker lunchen. Ja. Het eten is geserveerd op alweer het noordelijkste puntje van Zakynthos. Ja. En nu hebben we crispy fries en stuffed tomato and pepper. Heerlijk. Ben benieuwd. We hebben al een tip van Leo. Filippo Beach, zoiets. Ja.
Nou jongens, onbeschrijfelijk dit. Zo mooi. Een helse weg om hier te geraken. Ja. We waren allebei onderweg een beetje angstig. Mijn handen die waren klaar snap. Aanraden van Leo zijn we naar Filippo Beach gegaan. Maar ons autootje, een Peugeot 108, die vindt de terugweg niet zo leuk. Oh. Wij vonden de heenweg niet zo leuk, want die was wel heel steil. Oei, dat ding gaat stinken. Trof! Daar zijn we hem opgeblazen. Echt hè? Maar het is allemaal zo stijl om hier te komen. Maar het was de stress waard, hè? Ja. John, nu zeg. Allebei misselijk toen we daar beneden kwamen, omdat het zo spannend was. Oh, zo mooi. Onderweg komen we nog even een stopje tegen. Ja. Waar we van de week langs zijn gereden. De oudste olijfboom van San Quintos. Ik denk althans dat het alleen van San Quintos is. Dat is een grote. Meer dan 2000 jaar oud. Ja. Mooi hoor. Na de olijfboom is het dan toch tijd voor de Little Farm. Vlak bij Laganas. Een soort van kinderboerderij met schildpadden en weet ik het allemaal. Ja. Dus maar eens even een kijkje nemen. Ja, ja. Kijken naar de beestjes. Ja. Het is een leuk dagje tot nog toe. Ja. Mm-hmm. Het is inmiddels 3:30. Dus... dag vliegt gaat rustig. We hebben lekker weer een rondje eiland gemaakt eigenlijk, hè? Ja. Dus nou, we gaan eens even kijken bij de dieren. Hallo. No. Even Bambi voeren. Hallo. Wat is dit, schattig? Lief. Wat een schatje. Ja. Kijk, we waren achtervolgd. Bambi volgt ook. Kijk. Is dit niet voor jou? Nu blijft gewoon meelopen, kijk. We hebben vriendjes. Ja. Lekker hè? Nou, een stukje pakken. Vandaag zitten we erop. Mooi rit gehad, hè? Mooi dingen gezien. Ja, heel mooi. Maar steek kapot. Ja. Nou zitten we lekker aan een bak cappuccino. En we gaan straks denk ik een pita gyros eten. Ja. Bij Giroland. We gaan gelijk even geld pinnen voor hier aan de bar. En misschien gaan we vanavond nog eventjes naar hoe heet je dat ook weer? Een of ander kasteel bovenop een heuvel bij Zakken van Stad. Heb je een heel mooi uitzicht over de stad met alle lampjes. Dus ik denk dat we daar wel nog eventjes heen rijden. Dat is 10 minuten rijden van hier. Ja, dan is de avond weg. En dan daarna nog een drankje hier, denk ik. Niet vergeten de tank. Nee, zeker. En dan zit de dag er weer op. Een mooi dag weer gewoon gemaakt. Ja. En dan de komende 3 dagen wordt het niks. Lekker relax. Strand, zwembad, strand, zwembad, eten, winkel. Slapen, winkeltje. Komt helemaal goed. Ja. We zien jullie zo meteen wel weer als we gaan eten, denk ik. Eindelijk bij Giroland eten. Hij is open en we moesten er gewoon een keer heen. Gewoon even simpel, even makkelijk. Het ruikt goed. Ja. Heerlijk. Mm-mm. En ik kan van alles. Maar je ook niet niks? Nee, ik heb alleen pork. Oké. Okay. Nou, eet smakelijk. Jo, jij ook. Ja, het eten zijn we nog eventjes naar de pot gaan. Uitkijkpunt over Zakje tot Stad. Even de lampjes aan zien gaan hier. Dus kijk, mooi de stad is. Het schijnt heel mooi te zijn. Dat wilden we nog even zien. Even een beetje hebben hier. En dan
hebben straks wel een hotel. Ons autootje voor de tweede dag met de auto heeft zich ook goed gedragen. Ondanks dat we niet hadden verwacht dat die heuvel zou redden bij Filippo Beach. Maar nou weer terug bij het hotel. En dan gaan we eens heel even naar de kamer, denk ik. En dan aan de bar. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag weer een behoorlijk dagje, denk ik. Calimera. Ah ja. Weer in Greece. Zoiets, ja. En nu Engels ontbijt. En kagianas. En dat is typically Greek? Ja. Ah, oké. Okay. Dus ik ben benieuwd. Nou, laten we eten. Smakelijk. Na een heerlijk rustend ochtendje bij het hotel, hebben we nu ons wandelingetje. Het is al bewolkt, het regent af en toe een beetje, maar we vermaken ons prima. Ja hoor, de eerste souvenirs zijn gekocht. Helemaal leuk, hè? Ja. En nou op zoek naar iets te eten en te drinken en een toilet. Zo moet dat plassen. Ja, nou, we gaan eens even wat zoeken. Nou, zoals we al hadden gezegd, was het tijd voor een lunch, hè? We hebben wat gerechtjes besteld. Ziet er goed uit. Het ruikt heel erg lekker. Te veel. Lekker garlic mushrooms, garlic bread met kaas, wine leaves, ondanks dat ze niet vers zijn, en gefrituurde gehaktballetjes. Oh, dat is wel veel te veel, dat krijg je niet op. Lekker geluncht te hebben. Dat was best wel lekker. Mm-hmm. Kleine hapjes genomen, dus dan vult het ook niet zo erg. We zijn weer lekker terug op het terras gaan zitten. Even wat souvenirtjes gekocht, superleuk. Zijn ze aan het maaien buiten, lekker dan. Maar nu weer lekker eventjes op de kamer. We hebben nog even lekker een skibo zitten spelen op het terras. Erg leuk. Even een beetje gekletst met Leo en Olga, zo'n beetje.
En dan gaan we ons klaarmaken om weer bij Obelix te gaan eten. Hier op het straatje. Dat is toch wel ons favorietje, hè? Ja. Ja. We wilden weer naar de andere kant toe lopen, maar dan zeiden ze, nee, we gaan gewoon lekker bij Obelix. Nee, daar is niet zo laat. Huh? Het is een iets mindere dag vandaag, qua weer en qua mindset eigenlijk. Huh? Mm-hmm. Dus we gaan weer lekker dichtbij. Dan kijken we morgen wel weer of we nog wel die kant op gaan. Ah, joh. Sowieso nog wat souvenirtjes aan die kant halen, want er zijn nog wat dingen die we daar willen hebben. Ja. Maar nu gaan we ons klaarmaken voor het eten. We zien jullie zo. Sorry. Ja, het is weer zover. We zitten weer bij onze favoriet. Huh? Ja. Even lekker. Ik denk dat ik voor de Zakinthi een chicken ga. En jij? Ga je nemen? Ja, even met een fiets opzetten. Oh, je fiets. Oké. Okay. Sirloin steak. Ja, gaan we sirloin steak? In brandy sauce. Oeh. Ja, ik weet het. Ik zit in Griekenland en ik eet geen Griekse dingen. Maar dat maakt er niet uit. We hebben al 2 weken Grieks gegeten bijna. Je reed ook friet bij. Ja, lekker toch? Nou, we gaan jullie zo meteen wel weer zien als het eten er is. Het eten is weer geserveerd. Wat heb jij vandaag? Een sirloin steak. Lekker. Brandy sauce. Mm-mm-mm. En ik heb Zakinthi en chicken. Heerlijk zo, rijst en aardappeltjes. Mm-mm. Wordt hier goed, joh. Eet smakelijk.